Hallo kijkers van Shine Surprise, ook mijn gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum. Misschien wel de laatste aflevering, ik ben natuurlijk weer met Nando. Lekkering! Zeker lekkering! Echt lekkering, bezig Milani. Dankjewel, Henk. Maar nu komt echt real vet cool mega cool vet boss. Maar echt. Het gaat je bevallen wie de boss Maat, is. Maat, dat is toch gewoon een van die... Kan je die nog herinneren? Is hij niet een mayor van, helemaal van het begin? Ja. Wat? Oh ja, het is inderdaad een mayor. Ja, hij was dus de burgemeester van Fennec. En je had hem gevraagd om je te helpen om onderzoek te doen naar Cypher. Ja. En hij zou dat gaan opstarten, maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Wow. Je hebt nooit meer wat van hem gehoord. Nee. Maar hij is dus de baas van Cypher. Wat? Ik weet niet of je al een spoilerino alert wilt voor de volgende game. Maar dan krijg je nog wat te horen. Ik weet niet of je... Oh, je wordt wel geheeld. Oh, je wordt wel geheeld? Ah, ja, nice. Gelukkig, want uit de slaking. Dus dan komt het wel goed uit dat ik gewoon een fighting move kan doen. Lekkering. Maar, ja, ik weet niet of ik de spoiler mag vertellen. Ja, oké. Okay. Nou, deze gast blijkt dus alleen een aftakking van Cypher te zijn. Hij is niet de hoogste pief van Cypher. Oké, mag ik even vertellen wat er net gebeurde? Ja, natuurlijk. De Gengar deed skill swap met de Slaking, zodat de Slaking geen Truant meer heeft. Ja. Ja, dat kan. Normaal gesproken is dat Slaking die dat doet, maar nu is het Gengar. Maar hij is op zich niet erg, want hij is al bijna dood. Maar mijn Pokémon ook. Kijk. Oh, en hij killt zijn eigen Gengar. Nice. Ja, want de Gengar heeft geen Levitate meer. Dus waarschijnlijk deed hij Earthquake. Ja. Ja, dacht ik al. Nou ja, easy winning. En Evels moet nog. En er komt een... Ah, een Salamence. Dat is dan wel weer jammer. Oh, als mijn medespelers het goed doen... dan kan ik zomaar dit potje gaan winnen zonder iets te hebben gedaan. Nice. Dat zou echt super cool zijn. Alleen, dan moeten ze boek niet slopen. Salamence is geparalyzed. Oh, hij heeft een Lumberry, maat. Kut. Dit is een nieuwe. Oh. Kijk, die hebben we gedaan. Oké. Dragon Pulse op Salamence. Gotta catch them all, eh? Zeker, Ring. Oh, hij doet full restore op de Slaking. Wat een loser boy. Wat een loser boy, indeed. Please laat me kritten. Oh, hij doet twee. Hij doet er twee. Hij doet ook op de Salamence. Ja, meestal doet hij dubbel. Ja, zo'n hond is hij wel. Ah, man. Ik heb verloren. God damn it. Oh. De medische spelers waren niet goed genoeg. Oké, de Salamence is ook dood. We zijn nu twee Pokémon down. Gengar en Salamence zijn down. Hij komt nu met een Milotic. Oké, okay. Interessant. Volgens mij heeft hij echt crème de la crème mond. Mm-hmm. Nou ja, hij zal Metagross dan niet hebben. Maar misschien... Misschien heeft hij weer gewoon Dragonite vanilla... misschien? Nou, ik vermoed dat hij vanilla shadow... Tyranitar heeft. Oh ja, dat klinkt wel als een Pokémon die zo zou komen. Ja. Als goed is de Slaking nu ook dood. Lanker. Ja, de Slaking is ook dood. Dus nog drie Pokémonen te gaan. Nice. Als Ampharos blijft leven, dan is Milotic zo dood, denk ik. Oh, hij heeft een Blaziken. Oh. Met Speedboost natuurlijk. Ja, uiteraard. Oeh, Moonblast. Ah, dat is kut. Dat gaat op de Ampharos of niet? Oh nee, op de Blaziken. Dat is op zich niet erg. Want dan is, als met een beetje geluk, kilt Ampharos met de Thunderbolt zo. Plus, dat is volgens mij neutraal. Oh, trouwens. Milotic is Fairy in, volgens mij, hè? Of waren we daar niet achter gekomen? In de ja, volgens mij wel. Er staat me wel iets vaags van bij. Nou, ik heb geen Poison Move, maar wel een Steel Move. Dus... Maar een steel move is neutral, hè? Oh, omdat hij ook water omdat is? Omdat hij water is, ja. Oh, damn it. Ja, dat is het vervelend. Oh, hij is al dood. Hij is al dood. Nice. Door de Thunderbolt van hem. Easy nice. Winning.
Oké, nog twee Pokémon te gaan, waarvan één Blaziken en de andere Pokémon is Tyranitar. Shadow Tyranitar. Lankering. Wacht, hebben we de Master Ball uiteindelijk nog opgehaald? Dat weet ik eigenlijk niet. Anders zou het een makkelijke fight worden. Ja. Is het gewoon doe ball glitch of gewoon de Master Ball zelf gooien, dat kan ook. Want je gaat toch de postgame niet doen. Nee. Postgame is trouwens niet super interessant. Je vangt de laatste paar Shadow Pokémons. Je vecht tegen de baas van Team Snaggem weer. Je kan alle andere... Nee, ik heb geen Master Ball, helaas. Ah, sad. Je kan alle andere admins kan je nog een keer tegenvechten in Deep Colosseum. Dat is dan een Colosseum wat je in de postgame unlockt. Mm-hmm. En je hebt nog een fight tegen een cijferpion die zich verkleedt als jezelf. Oh, wauw. Dat is echt het allerlaatste ding wat je doet in de postgame. Mm. Ja, tenzij je Mount Battle nog niet hebt gedaan, maar ja, dat... How about nu? Ja. Nu kun je niet meer grinden. Oh. Volgende. Mijn hemel. Het duurt echt... tevens lang voordat je in een match zit. Is het een oude game dan of zo? Nee. Of spelen het, gewoon niet heel veel mensen die game. Nou, het rare is... Het is... je kan dit crossplay spelen. Dus met PC-spelers en dat soort mensen. Ja. En je vindt nog wel mensen, maar... Het zoeken naar een match duurt gewoon echt mokerlang. Terwijl die game die kwam uit in 2021. Mhm. Oké. Okay. Maar ja, als ik de game zelf had gekocht, dan had ik dit niet meer gespeeld 100%. Mm-hmm. Mijn Alolan Ninetales is gewoon sneller dan een Speed Boosted Blaziken. Huts. Kan ook zijn dat hij niet ge-IV traind is in Smeet of zo. Ik heb gewonnen! Lekkering! Nu is het alleen nog maar crediting. Lekkering. Easy win, boys. Wie had dat verwacht? Oh, wat een beetje training wel niet kan doen, hè? Ja, dat was wel belangrijk, denk ik, uiteindelijk. Dat denk ik ook, ja. Dat zorgde er wel voor dat je toch nog wel eventjes iets erboven kwam. Ja. Hoeveel afleveringen heb jij nog op voorraad? Behalve de vorige die we hebben opgenomen. Oh, deze twee. Dit is je enige voorraad, toch? Ja, want ik heb in de tussentijd heb ik twee afleveringen van de laatste DLC van Mario Kart. En nog twee stream... Mario Parties, dus ik kan sowieso nog in totaal 3 weken overbruggen. Oh, easy winning. Zeker, man. En dan, ja, want doe je nog een ander project? Ben je daar... Niet met iemand anders op dit moment, nee. Oké, want dat Pokémon gebeuren, dat is nog steeds niet gestart, toch? Wat? Dat... Die Wat met bedoel vier... Je? Jawel, alleen dat is allemaal... Dat is een beetje op de... Ja, we hebben Gen 1 opgenomen. En daarna eigenlijk niet meer. Ik weet ook niet of we daar ook nog mee verder gaan. Maar dat moeten we maar even kijken. Oh, was het zo erg dan? Nou, nee. Maar het is heel moeilijk om alle vier tijd te maken, zeg maar. Ah. Dus ja, ik doe graag gewoon die ene serie die we bedacht hebben met jou. Als je dat nog steeds wil. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, joh. Nothing. Lankering. Ik denk alleen dat 's ochtends niet meer echt een ding... Nou ja, nu toevallig, omdat ik ziek was geweest. En ik kon dat als excuus gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, voorlopig wordt dat hem niet. Nee, maar ik stuur jou gewoon een appje. En als je zegt het kan niet, dan is het ook goed, hè? Ik bedoel, zo simpel is het. Oké. Want bij mij is het allemaal pas op het laatste moment wanneer ik weet of ik kan, zeg maar. En dat maakt het zo lastig. Ja, dat is wel echt kut. Mm. Maar ja, daar kan je zelf ook niks aan doen. Nee. Goed, ik wil iedereen... Wat vond je van deze Grand Colosseum? Was hij anders genoeg voor je? Of was hij leuker? Of denk je van, maakt er niet zo heel veel uit?
Ja, er zitten wel wat leuke toevoegingetjes in. Het is wat lastiger dan de gewone Colosseum. Mm-hmm. Ik denk wel een ware goede toevoeging. Ik had wel wat meer andere Shadow Mons gezien. Ja. En ik denk ook... Ja, maar dat is heel lastig om bij zo'n game... Gewoon nieuwe dingen toevoegen. Maar ja, dat wordt heel lastig bij zo'n game als dat. Kijk, als het is jammer dat ze moeten poelen uit Gen 1 tot en met 3. Ja, kijk, als ze nog andere gens zouden kunnen toevoegen... dan zou dat echt fantastisch zijn. Maar ja, ze hebben die sprites hebben ze niet. Nou ja, sprites. Nee. Ze hebben die models niet. Dus dan wordt het al lastig. Ik vind het al heel wat dat ze fairy type hebben kunnen toevoegen. Ja, dat is wel gaaf. En dat zijn dus... Ja, het enige wat ze echt hebben kunnen doen is inderdaad de Pokémon die ze hebben veranderen... en eventueel de types van de Pokémon en de aanvallen van de Pokémon veranderen. Maar verder konden ze natuurlijk niet zoveel doen. Nee, exact. Ja, trouwens, die moves die ze hebben toegevoegd waren ook wel nice. Moonblast zat erin. Volgens mij ook Bullet Punch. Of die zat er al in, weet ik niet. Ja, die zat er nu in ieder geval wel in. Power Jam. Power Jam. Ampharos die Dragon-type is. Ja. En zo waren er wel meerdere Pokémon. Wat wel vet is dat die een andere type hadden gekregen. Ja, Zekering. Zekering. Goed, dat was het. Iedereen bedankt voor het volgen van deze serie. Nando komt binnenkort terug met de nieuwe serie. Dan gaan we eindelijk Pokémon Scarlet en Violet doen. Ik ga nog wel eventjes bedenken hoe we dat ook weer bedacht hadden, zeg maar. Want we gaan volgens mij surprise traden. Ja, Wonder Trade. Ja, Wonder Trade. En dan... ik heb er eigenlijk wel zin in. En dan een cage lock, toch? Wonder Trade. Ja, Wonder cage lock wordt een fantastisch en memorabele serie. Dat kan ik je alvast vertellen. Zeker, we hebben het nog niet opgenomen. Maar dat wordt het wel. Dat kan ik je verzekeren. Want dat is een verzekering. Precies. Zoals sommigen noemen. Maar jullie gaan het zien. Inderdaad. Ik heb er veel zin in. Het is klaar. Pokémon Colosseum kunnen we nu afscheid van nemen. En ik zie jullie graag bij de volgende serie. Adios, amigos.